Goeiedag iedereen te Vogelwaarde dorp. Dus busgehalte. Vandaag de laatste dag dat men kan reizen met de rittenkaart. Dus meer bepaald de sixpack, €1,50 per rit. Vanaf morgen is dat er niet meer. En moet je bijvoorbeeld betalen naar Hulst, bijna €6, of naar Terneuzen ook wel iets meer dan €5. Dus veel te kostelijk. En met de retour is dat dan direct meer dan €10. Beste mensen, ik kan ondertussen meedelen, net via de applicatie, dat de bus niet meer zal afkomen. Dus er is geen bus opnieuw op vandaag. Dus onmogelijk om zich te verplaatsen vanuit de woonzone. 30 september 2022. Het is onvoorstelbaar, dus je kunt terug niet de richting gaan van Terneuzen. Dus ook niet alle nutsvoorzieningen. Dus Terneuzen is opnieuw onbereikbaar. Dat was ook een uur ervoor. Ik heb nog even nader gekeken naar de applicatie. Dus dat maakt studenten kunnen niet naar school. Woon-werkverkeer terug onmogelijk. En dus ook de nutsvoorziening zoals boodschappen doen of het hospitaal bereiken, de huisarts, allemaal niet mogelijk. Dus opnieuw het klassieke verhaal.